Dag jongens en meisjes en welkom bij een splinternieuwe videoles over de GEO hoofdstuk 5. Dat gaat over China voor 2 HAVO en 2 VWO. In dit hoofdstuk gaan we het land China behandelen. En we beginnen daarvoor met het eerste paragraaf, die heet bevolking en ruimte. In China wonen bijna 1,5 miljard mensen. Maar die mensen wonen niet allemaal eerlijk verdeeld over China. De bevolkingsspreiding in China is erg ongelijk. De meeste mensen wonen in het oosten van het land. Daar liggen dichtbevolkte gebieden met grote steden zoals Beijing, Shanghai en Guangzhou. De berggebieden en woestijnen in het westen zijn juist dunbevolkt. Dit heeft te maken met de ongunstige natuurlijke factoren in die gebieden. Het is er te hoog, en dus te koud, of te droog. Het relief in China bestaat grofweg uit 3 traptreden. Relief wil zeggen of er veel of weinig hoogteverschillen zijn in een land. Nou, China kent grote hoogteverschillen. En we beginnen bij de hoogste trede, zullen we het maar even noemen. En dat is het hoogland van Tibet, hier op deze kaart te zien. Het hoogland van Tibet ligt in het westen van China. En ligt, zoals ik al zei, erg hoog, zo'n 4500 meter boven zeeniveau. Doordat dit gebied zo enorm hoog ligt, is het er ook erg koud. De begroeiing die in dit gebied voorkomt, is dan ook voornamelijk toendra. En de grond onder die toendra is zo'n beetje het hele jaar bevroren. Permanent bevroren noemen we dus permafrost. Dit zorgt ervoor dat het land en heel erg koud is, en de grond bevroren is, en te koud is eigenlijk voor planten en bomen om te groeien. Dit maakt het een heel ongunstig gebied voor landbouw of voor mensen om te wonen. Het maakt het niet een minder belangrijk gebied. Het hoogland van Tibet ligt tegen de Himalaya aan, en samen met de Himalaya vormt dit gebied het brongebied van vele grote rivieren in China en Zuidoost-Azië die vele tientallen miljoenen mensen van water voorzien. Deze foto zie je dit hoogland van Tibet met in de achtergrond de uitlopers van de Himalaya. Op dit kaartje wat ik heb gevonden staan de grote rivieren aangegeven waar je misschien wel eens van hebt gehoord. In het noorden stroomt de Gele Rivier, dat is misschien wel de bekendste. Hier zie je de Yangtze Rivier, vooral bekend van de Driekloverdam. En in het zuiden de Parelrivier, die door ook een zeer, zeer dichtbevolkt gebied stroomt. Zoals je kunt zien ontspringen deze grote rivieren, en nog vele andere, in het hoogland van Tibet en de Himalaya. Het gebied van het Tibetaans hoogland en de Himalaya wordt ook wel de Water Tower of Asia genoemd. Dat komt omdat hier veel grote rivieren ontspringen, die tezamen verantwoordelijk zijn voor honderden miljoenen mensen die zij van water voorzien. Een enorm belangrijk gebied dus, maar door de hoge ligging, de koude temperaturen, de onvruchtbare grond, wel een heel dun bevolkt gebied. Eén traptrede lager liggen ook hoogvlakten. Deze hoogvlakten liggen tussen de 1000 en 2000 meter hoogte. Voorbeelden hiervan zijn het Taringbekken, de Mongoolse hoogvlakte en het Lusplateau. Op de bovenste foto zie je een foto uit de Mongoolse hoogvlakte. Dit gebied is evengoed een heel dun bevolkt gebied, met hier en daar wat bomengroei en vooral mensen die als nomaden leven eigenlijk afhankelijk zijn van de veeteelt en de paardenhouderij om zichzelf in leven te houden. Op de onderste foto zie je Taringbekken, wat voor het grootste gedeelte uit woestijn bestaat. Op de foto zijn nog wat herders actief met hun schapen op zoek naar wat water en eventueel wat te eten voor de dieren. Maar ook hier kun je zien dat het een zeer, zeer dun bevolkt en droog gebied is. De derde trede, de onderste trede, dat zijn de laagvlakten. Deze variëren van zeeniveau 0 meter
tot ongeveer 200 meter hoogte. En dit is het enorm dichtbevolkte gebied van verstedelijk China. Hier woont 2/3 van alle Chinezen. In deze gebieden valt er meer dan voldoende regen, is het dus ook veel groener. En in dit gebied vind je ook de grote steden, zoals bijvoorbeeld Shanghai met ruim 25 miljoen inwoners. Steden die wij in Europa groot vinden, zoals bijvoorbeeld Londen, met nog geen 9 miljoen inwoners, hier in het rood aangegeven, vallen dan ook niet bij de enorme Chinese stad als Shanghai, met zo'n 25 miljoen inwoners. Het is niet zo dat Shanghai altijd al een hele grote stad is geweest. Op deze twee foto's, genomen vanaf ongeveer hetzelfde punt, zie je dat Shanghai in amper 20 jaar is uitgegroeid van een normaal grote Chinese stad tot een megastad in 2010. Naast de factor relief en dus hoogteligging, is de tweede natuurlijke factor neerslag. Het westen van China is niet alleen te koud door de hoge ligging, maar ook veel te droog. Er valt bijna geen neerslag en je vindt in dit gebied dan ook vele uitgestrekte woestijnen. Zoals je kunt zien is het oosten van China wel voorzien van voldoende neerslag. Hoe komt dat nou? Daarvoor moet ik iets vertellen over de soorten neerslag die er zijn. En van die drie soorten neerslag die er zijn, behandel ik er nu één. En dat is stuwingsneerslag. Lucht vanaf zee, in dit geval aangegeven, we zouden zeggen in het westen, voor China is dat dus het oosten. Vanaf zee komt vochtige lucht, lucht waarin veel waterdamp zit. Die vochtige lucht wordt door de overwegende wind uit één richting het land opgeblazen. Als die vochtige lucht bergen tegenkomt, zouden we kunnen zeggen relief tegenkomt, dan wordt die lucht gedwongen om op te stijgen tegen die berg aan. Kan er immers niet doorheen en de aanvoer houdt natuurlijk niet op. Als vochtige lucht omhoog wordt gedwongen tegen een berg op, dan kan die lucht wat minder water bevatten. Er vindt condensatie plaats en als genoeg water is gecondenseerd, vormen zich wolken en uiteindelijk ook neerslag. Die wolken zullen dus altijd aan één kant van de berg uitregenen. We noemen dat de loefzijde. De waterdamp, dus de regen, valt wel aan één kant van de berg, maar de lucht, die kan wel verder. Die stroomt over de bergen heen en komt aan de achterkant van de bergen in regenschaduw. Dit is geen schaduw van de zon, maar schaduw van de regen. Aan de achterkant van dit gebergte valt dus niet of nauwelijks regen. We noemen dit de leizijde. Om het een klein beetje inzichtelijk te maken, wil ik laten zien hoe dat er voor Nederland uitziet. Want je hebt niet altijd bergen nodig om dit effect te kunnen zien. Als we gaan kijken naar het relief van Nederland, dan kent ook Nederland een beetje hoogteverschil. We zien hier de Hondsrug in Drenthe, de Veluwe en het heuvellandschap van Brabant en Limburg. In het midden zien we een kaartje met neerslag over een heel jaar gemeten in Nederland. En opvallend is dat overal waar je enigszins relief vindt, en bij de Veluwe het meest, dat daar ook de meeste neerslag valt. Zelfs in het zuiden van Limburg zie je dat er een klein beetje stuwingsneerslag plaatsvindt tegen de heuvels van Zuid-Limburg. Je ziet eigenlijk ook het effect van wat wij net hebben gezien, de regenschaduw. Dat achter het relief, hier ook achter het relief, veel minder regen valt. Dus ook daar geldt die grens. Op het laatste kaartje zijn hoogtelijnen ingetekend om aan weer te geven waar in Nederland het meeste relief vindt.
Opvallend is dus dat ondanks dat wij geen hoge bergen hebben in Nederland, er toch verschil is tussen de loefzijde, de kant waar de wind vandaan komt, en de leizijde. De regenschaduw of de leizijde is dus een plek waar het in dit geval iets minder regent. Als het effect in Nederland al meetbaar is, dan moet het effect in Zuidoost-Azië natuurlijk wel enorm zijn. Hier zie je een computerfoto van India met in het noorden van India natuurlijk het Himalaya-gebergte. Dat Himalaya-gebergte is natuurlijk vele malen hoger dan de Veluwe. Het effect op het klimaat in dit gebied is dan ook vele malen groter. Aan de zuidkant van de Himalaya ligt India. India heeft jaarlijks te maken met enorme neerslagcijfers tijdens het moesson, het regenseizoen. Achter de Himalaya vind je het Tibetaans hoogland en de diverse woestijnen die je net op de kaart zag staan in China. Op deze wereldbol is ook de Himalaya goed te zien. Ten zuiden van de Himalaya veel stuwingsneerslag in India. Ten noorden van de Himalaya het droge hoogland van Tibet en diverse woestijnen. Het Tarimbekken en hier de Gobi-woestijn. Dat het dus in het westen van China niet zoveel regent, bijna nooit regent, heeft dus vooral te maken met de aanwezigheid van het Himalaya-gebergte in het zuiden van China en het noorden van India. De oostelijke helft van China heeft dat niet, heeft geen gebergte, wat die vochtige lucht vanaf zee tegenhoudt. En dit zorgt dus voor veel neerslag aan de kust. En je ziet aan de kleuren van de kaart ook dat de invloed van zee minder wordt naarmate je verder China ingaat. Het tweede deel van deze paragraaf gaat niet over de natuurlijke factoren van de ongelijke bevolkingsspreiding, maar gaat wel over de bevolking en de bevolkingspolitiek in China. Nergens in de wereld wonen zoveel mensen als in China. Om de bevolkingsgroei te verminderen nam de Chinese regering al in 1970 een ingrijpende maatregel. Namelijk dat gezinnen niet meer dan één kind tegelijk mochten krijgen. Anders kregen ze een flinke boete. Dit wordt de één-kind-politiek genoemd. Er zijn naar schatting zo'n 400 miljoen minder Chinezen geboren als wanneer de één-kind-politiek niet was ingevoerd. Dit alles om de groei te remmen en te zorgen dat er voor elke Chinees voldoende te eten zou blijven. Echter, de Chinese overheid had niet kunnen voorzien wat voor gevolgen die één-kind-politiek later voor hun land zou hebben. Er treedt vergrijzing op. Wat betekent dat? Nou, voor een uitgebreide uitleg over wat vergrijzing precies is, verwijs ik je naar de diverse filmpjes in de bijlage. Ik heb hier nu niet de plek en de tijd om dat uitgebreid te behandelen, maar het komt erop neer dat er in China steeds minder kinderen worden geboren, dat is de één-kind-politiek, en dat er één grote groep mensen is die natuurlijk alsmaar ouder wordt. In deze bevolkingsdiagram, hier rechts in beeld, zie je de situatie van China in 2015. Per geslacht, man en vrouw, wordt aangegeven hoeveel mensen er zijn in een bepaalde leeftijdscategorie. Hier zie je de leeftijdscategorie 0 tot 4, 5 tot 9, 10 tot 14, 15, 19 enzovoorts. En je ziet dus dat er van mensen tussen de 20 en 50 jaar een enorm grote groep mensen is. Dat is de groep die vanaf de jaren 70 uiteindelijk moest meewerken aan de één-kind-politiek, terwijl zij hun ouders dat nog niet hoefden. Dus die grote hoeveelheid Chinezen in deze leeftijdscategorie, die wordt langzaam ouder, maar zij zelf krijgen steeds minder kinderen. En dat zie je onderaan de grafiek, dat de aantallen per leeftijdscategorie sterk teruglopen. In de tussentijd heeft de ontwikkeling in China niet stilgestaan.
Het land wordt steeds welvarender. Mensen worden steeds gezonder en worden ook steeds ouder. Die grote bevolkingsgroep hier zo, die zal dus ook de komende jaren steeds ouder worden. En dat zie je in de prognose, in de verwachting voor 2040 hierbovenin. 2040 wordt aangegeven met het rood-roze lijntje. En dan zie je dat de grote groep Chinezen die nu hier zit, aan deze kant, in het midden, over een aantal jaren bovenin de grafiek zal zijn. Een grote groep ouderen, veel groter dan dat we nu hebben. Laten we zeggen tussen de 65 en 90 plus. Je ziet dus dat er een grote toename zal zijn in ouderen van 65 jaar en ouder. Dat is vergrijzing. Tegelijkertijd zie je dat het aantal kinderen in alle leeftijdscategorieën ook de komende jaren steeds verder zal teruglopen. In 2040 zullen er dus zo'n ruim 10 miljoen minder jongetjes van 0 tot 4 zijn en even zoveel minder meisjes in dezelfde leeftijdscategorie. Nou, die vergrijzing zorgt voor diverse problemen. Een duidelijke video daarover staat in de bijlage. Dit kan problemen opleveren voor China. En een van de belangrijkste redenen is het aantal arbeidskrachten voor de fabrieken en de kosten die veel ouderen met zich meebrengen. Oudere mensen hebben over het algemeen meer ziekenhuisbezoeken, zorg en andere voorzieningen nodig en kunnen bijvoorbeeld niet werken voor hun geld en zijn aangewezen op een uitkering of een AOW. Er zijn echter steeds minder werkende mensen beschikbaar om dat te kunnen betalen. Nou, deze problemen komen in Nederland voor, maar even zo goed ook in China. Dat is ook de reden waarom China inmiddels de een-kind-politiek wat heeft versoepeld. Op het platteland mogen ouders bijvoorbeeld een tweede kind krijgen als het eerste kind een meisje is, en in steden zijn twee kinderen toegestaan als één van beide ouders enigskind is. Op deze manier hoopt China om de een-kind-politiek als het ware om te buigen in een bevolkingspolitiek waarbij China ook in de toekomst voldoende inwoners zal hebben om het land draaiende te houden. Bij het bevolkingspolitiek gaat het alleen niet om het aantal inwoners alleen. In China hebben we kunnen zien dat het westen leeg en het oosten vol is. De regering wil de bevolking beter verdelen over het land. Ze maakt het aantrekkelijk om te verhuizen naar het westen van het land, bijvoorbeeld door een baan of een gratis huis aan te bieden. China heeft 3 autonome provincies, waaronder bijvoorbeeld Tibet. Dit zijn autonome provincies en dat wil zeggen dat ze min of meer zelfstandig zijn, al stelt dat in China weinig voor. De niet-Chinese bevolking is er in de meerderheid, maar toch heeft die niet veel te vertellen in het eigen woongebied. Want door de migratie vanuit het oosten ver-Chinezen de afgelegen streken in het westen van het land. Op deze manier houdt de Chinese overheid betere controle over de provincies, zoals bijvoorbeeld Tibet, die overwegend een niet-Chinese bevolking en cultuur hebben. In China komen zo'n 56 verschillende etnische minderheden voor. Een etnische minderheid wil zeggen dat het een bevolkingsgroep binnen een land is, wat niet in de meerderheid is en een andere afstamming, geschiedenis en cultuur kent. Op deze kaart zie je de verdeling van deze minderheden over China. De 2 bekendste zijn eigenlijk de Han-Chinezen in het oosten van het land. Dit is de meerderheid in China. En in het westen wonen de Oeigoeren. Zij zijn vaak in het nieuws door problemen met de Chinese overheid en mogelijke onderdrukking. In het geel is de bevolkingsgroep van de Tibetanen te zien. De autonome provincie waar ik het net over had. Zo komen we aan het eind van deze eerste paragraaf over China. Zoals je gewend bent hoort ook bij deze paragraaf horen een aantal basisboeknummers die je hier in beeld ziet. En ik wijs je nog graag eventjes op de omschrijving van deze video, waarin je diverse linkjes zult vinden naar meer informatie en uitleg over bijvoorbeeld vergrijzing en de eenkindpolitiek. Ik zie jullie graag weer binnenkort op school. En voor vragen kun je natuurlijk altijd even een reactie achterlaten. Duimpje omhoog, abonneren, je kent het wel. Graag tot de volgende keer. Tot kijk. Voorzichtig met oversteken.
En tot de volgende keer.